Een regeringsdelegatie onder leiding van president Desiré Delano Bouterse bevond zich het afgelopen weekend in het district Marowena. Tijdens dit bezoek heeft het staatshoofd het staartsein gegeven voor de rehabilitatie en asfaltering van de weg naar Rikanomofo en de straten van het Anjumara-project in dit district. Bij deze handeling benadrukte de president het belang van infrastructuur voor de economische ontwikkeling van het land. We nemen u terug naar de twee markante momenten. Dit is een belangrijk, dit is een belangrijk day. En ik doe me boem dat ik mag ik praten naar ini en garo jiwa okasi dat u kan si a day di si. Omdat hij Rikanomofo na lek van een aantal smatakikba na wat de kondre pe ap volk esor aser namang tak om met gebruik san garo ji unu. En Sagado Giuno onder andere naar grond. En de man is dat faya, faya, tranga. Echte, echte pranma. En zou het doen, we zoeken ma voor jepi. Want aan de regering wang, aan de regering naar een volk moest jaren ontwikkeling komen. We vinden Makandra. En we begrijpen dat we Makandra van Noudu. En we begrijpen dat hij. Politiek nog op niks te maken. Na een pistool samen takja. Want if a passie voor ik aan omhoog. Noboen. Anoboen die NDP. Anoboen die VHP. Anoboen die ABOP. Anoboen die BEP. Anoboen die DA 91. If a score. Noboen. Den chief unu en leider onder. Ongeacht bij een pa of een mawande, een mannen en pa mag de pedenwani. A demus begrijp, demus gebruik de verstand voor lukotaki me en met a keus disi, omdat hij me si, want toekomst in een china de chief, chief me. Allo tranang, alla de na somme bahar, fauliki fautang, saunyang, gado mori baka disranang. Because the gods just have if I will be pewetang, why I Allo Tranang, Allah de na so me bahar, we so far out de tang, oh yeah. Gado ori baka di stranang, because the gods just have if I will be pewetang. Me say na bless the gid de youth man and a crack the Allah day. And bless the gid de taxi man de char we Allah say. And bless the gid de hustle umma hustle man de do de sani kring. Then I bless the gid de... Brasa, dit is nou een plezier day. We zien ons er ook toe grand aan je. Dat we gaan make a business mee. Landelijke asfalteringsproject. 235 miljoen. Laat zien assemblee. We zorgen om een infrastructuur. We leggen aan. We zorgen om een subsidie. Alleen voor de Queens of Volk. Subsidie betalen wij per jaar ongeveer 350 miljard. En hij heeft de enthousiasme aan zijn takkie. Ja, maar zijn we ook maar conform. We hebben jouw voorbeeld en van Olina Sibi Golu. En we gaan ook maar conform. Na 14 Golu, 15 Golu, je paai jouw liter olie. Na Chirwo Chira volk. Dus een periode die zwaf overbrug. Patiëntie baka. Een periode die zwaf overbrug naar Makandra. Bribi baka, omdat we wat doen correct sani en we sabitak op de hoofdopdracht dat de meest zwakke onder ons moeten ondersteund worden in de, op dit soort cruciale momenten in de geschiedenis. Zijn belangrijk, na een start-up, je kies een occasie, vi lokti ati, futaki, en we nog in verdediging, maar de sansa die dat ati, uno lipding, want eenmaal u start,
Laten we op een correcte wijze starten met elkaar. Laten we de dingen zeggen zoals ze zijn. Daarvoor zijn we in deze organisatie. Als er dingen te zijn zijn tegen de structuur, als er dingen te zijn zijn tegen de voorzitter, je charing komt zolang je leeft en het op een respectie vast. En wij als ouderen moeten het meenemen. Minister Chatkant, voor Marowijnen is het een geweldig weekend. Twee grote projecten die uitgevoerd worden. Kunt u het belang van die projecten omschrijven? Nou, het gaat om ontwikkelingsprojecten. Projecten die worden geïnitieerd door de regering natuurlijk om ervoor te zorgen dat er duurzame ontwikkeling op gang wordt gebracht. Dat de gemeenschappen waar infrastructuur wordt aangepakt, dat zij natuurlijk een upgrading in hun woon- en leefomstandigheden zullen gaan merken. Dat de kinderen die een heel tijdje hebben moeten ploeteren vanwege het feit dat die wegen niet begaanbaar waren, ontwateringsproblemen, dat alles zal natuurlijk worden opgelost. En van belang is natuurlijk dat hierdoor natuurlijk ondernemerschap wordt gecreëerd, wordt gekweekt. En die duurzame ontwikkeling, daar gaan we voor, daar staan we voor. En we moeten ervoor zorgen dat we natuurlijk zo verder gaan. Wat zijn de opleverdata van de beide projecten? Nou, Rika Nouwmoffel gaat het om een wegstrekking van plus minus 10 kilometer. En hier op Albina gaat het om Ayumara project. Daar gaat het om wegen die totaal een wegstrekking beslaan van 5 kilometer. Dit zit in het programma van Nationaal Infrastructuurprogramma. Zo kennen we het voor Suriname. En ze zullen natuurlijk dit jaar nog verder gesteld te krijgen en we proberen dat binnen de gestelde periode ook op te leveren. Daarvoor ga ik natuurlijk een oproep doen naar de gemeenschap. De gemeenschap gaat natuurlijk moeten ondersteunen. De regering is geen regering die alleen hier in Suriname wil bewegen. Maar we nemen aan ieder, elk individu, elke burger, waar dan ook, wordt meegenomen in de ontwikkeling en in beweging gebracht. Zij wonen, zij leven daar. Zij weten natuurlijk wat de zaken zijn waarop gelet moet worden. Zaken die een beetje verborgen liggen, daar heb ik het over natuurlijk. Waterleiding, pijpen enzovoort. Dat gaan we samen met de gemeenschap ook goed in kaart brengen. En dan moeten we op een versneldere tempo het project kunnen afronden. DC Panza, Marowijnen is blij, maar in het bijzonder uw bestuursresort. Waarom eigenlijk? Asandis ben vinden plaats lange ting. En Lekva Wisabi in Marowijnen, Rika Nouwmoffel, de weg te denken te eigen om agrarische sector. Behalve dat we op score op Chindape, zijn op een beerwang, passie zijn de bijna 12 kilometer lange. En dan gaan we scoren naar Mungosrevi. En ouderen in haar gebied, of de Siki of een Masito geval, de voor reis zo'n lange passie zijn eigenlijk even asfalteer. Na binnen 18 minuten door het Mungo Centrum. Maar van Apazino bij Boeng duurt soms 45 minuten tot een uur voor ze door het Mungo Centrum. En duurzame ontwikkeling, Sasrana Wani, infrastructuur, nou, waar de moren belangrijk zijn. En dat naar Boeng Passie, Waterstroom, Scoro, alles zijn dat die bijeen. Maar de productiesector zou we Wanchago omhoog toe. En te weten dat Sasrana moest de voedselschuur, dat is Marowijnen, niet weg te denken en in het bijzonder Rika Nouwmoffel. Tewetak Abra Pontaya, Jinja, Gronyang, Marowijnen, Marika Nouwmoffel, na one of the more big producent voor de San DC. En behalve een raw material, asan kan gaat op half fabrikaat of eindproduct. Dus in een nutshell gezegd, heb je defa nodig voor asfalteren aan Passie DC. Omdat Theo doet in San DC, dat je ook een volksrevie, een burgerparticipatie. En kom moro, ik word morgen gemotiveerd die ontwikkeling voor Suriname. Asfalteren van de wegen in het Animar-project is heel belangrijk. Ik denk in heel Suriname, want er waren slechte wegen zijn en die aangepakt moeten worden. En ook zeker in Albina, omdat de mensen de wegen in zeer slechte staat waren. En de mensen konden het niet meer aan. Ze waren heel erg onrustig daardoor.
Vooral de kinderen die naar school moesten. Het was heel slecht voor ze. Het was niet goed dat ze op zo'n manier in de modder naar school moesten gaan. Dus we zijn heel blij met deze ontwikkeling. En dus dat er ook natuurlijk meer ontwikkeling kan komen. Want zolang er goede wegen zijn, dat mensen dus dan ook daar gaan wonen en het aantrekkelijker wordt.